Jongens, welkom bij vlog 58. Hier hebben we Leen, Mark en Daniel. En samen was er ook even bij. We zijn weer wezen evangeliseren in Kronenburg. Deze heren komen waar ook vandaan? Harderwijk. Harderwijk en? Oldebroek, het fabuleuze Oldebroek. Oldebroek, dat is voetsie ver weg, zeg maar. En ze kwamen hier helemaal gewoon naartoe, omdat ze hadden gehoord dat wij gekke gasten zijn. Evangeliseren, dus ze hebben een hart voor evangelisatie. Ze zijn allebei maar 3 maanden gelovig, helemaal on fire voor Jezus en zo hoort het ook. Het is gewoon radicaal gered vanuit een hele hoop shit. En nu rijden we lekker door Arnhem heen. We hebben zojuist dus geëvangeliseerd en we hebben hele mooie dingen meegemaakt. Gewoon een paar mensen mogen aanspreken. Tof gesprekken, soms heftige gesprekken, maar uiteindelijk gewoon de liefde die samenbindt. En op een gegeven moment kwamen we een zwerver tegen. Ja, dat was echt mooi. Super mooi. Omdat ik ook een geschiedenis heb in verslaving, kon ik gewoon met hem delen van God bevrijd van verslaving. En dat hoeft maar één gebed te zijn. En hij had het gebed samen met mij uitgesproken. En op het moment dat hij het gebed had gedaan, dacht ik, ga ik dit nou wel of niet vragen? Want hier, dit is het puntje. Wil je je drank inleveren wat nu in je tas zit? Ja. Hij had gezegd, ik heb drank in mijn tas zitten. Ik ben er gewoon eerlijk over en had het aangewezen. En ik zag ook dat die tas gewoon, er zat drank in. Na dat gebed had hij gezegd, ja, ik wil het afstaan. Hoefde het niet meer zelf te doen, want de drank was gewoon weg. Het is gewoon, engelen hebben twee flesjes bier of twee blikjes bier. Hebben engelen gewoon meegenomen of wie dan ook. I don't know, we hebben erop gelet. Er is niks uitgejat, tenminste wat wij hebben kunnen zien. De sposing was het verdwenen. God doet gewoon toffe grote wonderen. Om maar te bevestigen, deze man wou echt los van zijn verslavingen. En hij is gewoon van bevrijd. We hebben voor hem gebeden, hij was in mijn tranen en zo. Het mooie was, deze man kwam naar ons toe om te vragen voor geld, voor eten. Uiteindelijk gaat het om geld. Je hebt hem nog een hele hoop boodschappen mogen kopen voor hem. En we hebben hem nog mogen commenteren, verbinden met andere christenen. Het is gewoon mooi om te zien, weet je. Deze man meent het echt en God is gewoon trouw. Die bierdingen zijn gewoon verdwenen. En dus we kunnen dan denken van, oké, deze man is gewoon even vergeten dat hij een half uurtje daarvoor 2 biertjes heeft genomen. Maar die man was echt verbaasd. En toen keek ik op mijn telefoon toevallig. En op mijn telefoon kreeg ik toevallig een mailtje. Wat zei, 2 bier of 200 sterretjes? Ik kreeg nooit mailtjes over bier. Maar goed, de titel van het mailtje was 2 bier of 200 sterretjes. Dus die 2 bier, dat was voor mij zo'n bevestiging. Oké, die 2 bier zijn gewoon verdwenen. En dan de 200 sterretjes. God, wat is daarmee? Wat is daarmee? En dus deze man begon zijn naam te vertellen. Hoe heet het weer? Noordiem. En dat betekent dus... Geloof in het licht. Geloof in het licht. 200 sterretjes, dat is het licht. Dus God wil hem gewoon licht geven in plaats van 2 bier. Dus hij pakte 2 bier en hij geeft 200 sterretjes voor terug. Een vermenigvuldiging van 100. Dat is gewoon wat de gelijkenis van de zaaier ook zegt. Dat je als je zaait, dan kan je 30 keer, 60 keer, 100 keer terugoogsten. Terugverwachten. En deze man die heeft gewoon zijn leven gegeven aan Jezus. Heeft zijn hart gegeven aan Jezus. Heeft zijn leven gezaaid eigenlijk. Zijn bier gezaaid, kan je beter zeggen. Wat krijg je terug? Gewoon een belofte van 200 sterretjes. Gebeden om vervulling en een bediening in zijn leven. Ja. Je zag ook direct dat hij eerlijk werd. Ja. Want hij wou een tas pakken die eigenlijk niet van hem was. Hij zegt, nee, die behoort me niet toe, zegt hij. Ja, precies. Dus hij wou... zei hij, dat ik anders ook gepakt. Dus even kijken, wat kan er moeten. Maar hij was een beetje de boef aan het uithangen. Maar inderdaad, dus niet. Hij zit er gewoon van bekeerd. En dat is gewoon wat Jezus doet. Meteen een hart te vernieuwen, meteen een hart te veranderen. Dat is ware bekering. Dus, zowel je daden als je hart. Dus hoe heb jij het vandaag ervaren? Ja, een hele bijzondere dag. Het verhaal wat verteld werd over bier, dat er echt wonderen bestaan, zeg maar. En voor mij een hele mooie, gezellige dag met broeders en fijn over het geloof kunnen praten. Topdag. Ja, prachtig man. Yes, come on. Dat is echt tof, hè? En ik denk dat we zijn glimlachen gewoon voor zich spreken. Ja, dat ze glimlachen spreken voor zich. Yes, dus nogmaals, het was niet altijd eventjes dat we helemaal eens met elkaar waren als we gewoon eerlijk zijn. Maar uiteindelijk daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat wij gewoon onderling liefde mogen hebben en dat we die onderlinge liefde mogen uitdragen naar de wereld. Ik bedoel, Jezus zei, jullie zullen gekend worden door jullie onderlinge liefde. Om jullie liefde zullen jullie bekend staan.
En dat is mijn verlangen, dat weer centraal mag worden in de kerk. En op een gegeven moment hadden we ook een discussie met een man in de Albert Heijn. En ik merkte gewoon, van dat loopt niet zo lekker. En uiteindelijk mocht ik gewoon, om een of andere reden, Gods geest leidde mij om iets uit te spreken. En toen ik dat had uitgesproken, plotseling was er een verandering in de atmosfeer. Verandering in het gesprek, plotseling gingen alle harten open. En toen zag je dus dat Gods geest begon waaien. En plotseling hadden we het echt een mooi gesprek. En daar waar er juist vijandschap leek te zijn, kwam er juist verzoening. Kwamen uit de mensen gewoon goede harten naar elkaar. En dus, dat is mooi om te zien, dat was weet dat je. De man die ja. niks van me weet? Ja, die man die... ben ik weggelopen. Ja, jij was weggelopen. Dat ik dacht, dit wordt niks meer met dat hart. Nee. Ja, dat bedoel ik. Maar weet je, God geeft daar ook niet op, weet je. En dus, weet je, als jij ergens met iemand een conflict hebt of ruzie hebt... Het duurt even een coole jongens. In de naam van Jezus. Maar als je met iemand ruzie hebt of conflict hebt of je bent boos op iemand of je waarschuwt voor iemand, wat dan ook, wees een echte christen daarin en laat je kennen, laat je bekend staan om die liefde. Ga naar diegene toe en doe gewoon wat de Heilige Geest je opdraagt om te doen. Al is het iets uitspreken of liefhebben of wat dan ook. Dus weet je, juist waar wij de hoop op geven, dat wordt steeds duidelijker voor mij. Wat onmogelijk is voor de mens, is mogelijk voor God. Weet je, waar wij de hoop op geven, daar glorie. Daar manifesteert juist Gods hoop. Daar manifesteert juist Gods glorie. Dus guys, ik zou zeggen, durf ook lekker uit te stappen in al deze dingen. Weet je, de wereld wacht op ons. De wereld wacht op jou. En je hoeft niet meer bang te zijn voor de mening van mensen. Je mag een stralen schitteren. Mensen aanspreken. Maar op een gegeven moment ook oudjes, hè? Ja. 5, 6 oudjes. En die begonnen een beetje lachig te doen. En vertelden over... onserieus te doen over... toen vertelde over wonderen en zo en Jezus en zo. En op een gegeven moment, ze wouden een beetje discussie aan en zeggen van ja, we hebben veel meer meegemaakt. Maar toen zei ik op een gegeven moment gewoon rechtstreeks tegen hun, hey, maar Jezus houdt van je. En ik begon mijn handen op ze te leggen. Ik begon voor ze te bidden en ik zei van hey, ik begon gewoon leven in ze uit te spreken. Eventjes niet meer op het ratio, even niet meer van dit is het en niet anders. Of me gelijk proberen te halen, maar gewoon eigenlijk die harten winnen door ze lief te hebben. En je zag dat de harten open gingen, je zag dat ze geraakt werden, dat je zag dat ze plotseling gingen luisteren. En dus je hoeft ze niet door middel van je woorden te overtuigen, maar laat je liefde al overtuigd genoeg zijn. De geest van God getuigt van zichzelf. Ja, precies. Weet je, God hoeft niet te verdedigen of te... dat. Hey guys, see you later. Dat was tof en tot snel. Yo.